Ja, Frank, het is misschien een beetje cliché, maar Willem II Vitesse moet voor jou toch net iets anders zijn dan Willem II Go Ahead Eagles of Willem II Feyenoord, ik noem maar iets. Ja, inderdaad. Het is voor mij een iets andere wedstrijd. Wel hetzelfde als elke andere wedstrijd, want ja, het gaat om de 3 punten en maakt niet uit tegen wie. Alleen ja, inderdaad, wat je zegt, ik heb 6 jaar daar gezeten, dus het is natuurlijk zeker wel een aparte wedstrijd. Ja, ja, wat maakt dat dan extra los? Nou, je kent die spelers, die ken je nog, althans de helft. Misschien wel iets meer ken je heel goed, dus er zijn er een paar vrienden bij, dus ja, dan maakt het altijd speciaal. Ja, ik kan me voorstellen als je van Vitesse naar Willem II gaat, dat er van die kant uit bekeken wordt van nou, dat is een stapje achteruit. Terwijl als je naar de ranglijst kijkt, dan is het een stapje vooruit gebleken tot nu toe. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is, dat is nu. Kijk, ik verwacht wel dat Vitesse wel op die plek bij de top 6 gaat komen. Ze hebben een heel goede ploeg. Alleen ja, ze hebben in het begin even een haperende motor gehad. En wij pakken gewoon onze puntjes. Dus we zijn van niemand zijn we weggespeeld. We doen van niemand onder. Dus we hopen zaterdag dat weer te hebben. Ja, wat is verrassend, hè? Dat jullie op dit moment op plek 8 staan of dat Vitesse onder jullie staat? We hebben een goede groep. Natuurlijk verrast iedereen. We wisten dat we een goede groep hadden, maar dat het zo goed ging, dat had denk ik niemand verwacht. En Vitesse, ja, de ambitie die hebben ze om hoger te spelen. Dus dat is verrassend, denk ik, eerder wij. Ja. Ja, leven jullie hier een beetje op een roze wolk op dit moment in Tilburg? Linker rijtje, het gaat allemaal zo goed, het gaat allemaal zo lekker. Jullie krijgen complimenten, de sfeer lijkt me uitstekend. Ja, de sfeer is zeker goed. En het is mooi dat je allemaal complimenten krijgt, alleen je moet het elke week weer laten zien. Dat laten we tot nu toe, laten we dat elke week zien. Dus dat is belangrijk. We moeten gewoon elke wedstrijd 100% geven. En dan zijn we tot mooie dingen in staat. En als we dat niet doen, dan wordt het al een stuk minder. En dat is aan ons om elke week te laten zien en het op te brengen. Ja, jij kent de komende tegenstander Vitesse als geen ander. Wat zijn de gevaren? Wat zijn de valkuilen? Nou ja, ze willen gelijk druk zetten. Als je daar onderuit kan spelen, dan heb je een hele grote kans. Dat heb je gezien zonder wedstrijd. Tegenstanders lukt dat en dan zijn ze ook kwetsbaar. Er zijn wel meer puntjes, dus die heb ik al doorgegeven aan de trainer. We hebben opgetraind en hopen dat het goed gaat. Ja, noem eens één puntje, één tipje van de sluier. Ja, ze hebben moeite met voorzetten via de zijkant. Dus Piet is daar niet zeker in. Verdediging is altijd lastig als de communicatie met de keeper daar niet goed in is. Dat is een pijnpuntje van hen, dus daar gaan we zeker wel gebruik van maken. Ja, dat is jullie spelletje een beetje. Nou ja, kijk, we weten dat we goede voorhoede hebben, goede buitenspelers die een man kunnen passeren en een goede actie plus een goede voorzet. Ja, dan kunnen ze de borst nat maken inderdaad, zeker. En we gaan er vol vertrouwen naartoe en we willen graag winnen, zeker thuis hier. En we zien wel wat het wordt dan.